Goedemorgen. Gulder had gelijk dat ik gevraagd heb. Een gulnup met liedjes ingestuurd die ik moest vertolen in het Gaans. Ik heb de afgelopen weken een gulnup van die liedjes vertold en gepost. Heel goede reacties op gekregen. Maar het meest aangevraagde nummer was Bohemian Rhapsody van Queen. Dat is niet gemakkelijk, zo gul alleen. Maar ik heb me de moeite getrust. Ik heb er wat werk van gemaakt. Met gitaar, met piano, gelijk dat je ziet. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ook niet met een tekst, want dat is een weergave van hoe dat de corona tot nu toe in België is binnengekomen en hoe dan we dat beleven. Dus het is niet alleen muzikaal en filmisch, gegooid wel zing. Een meesterstuk. Het is dus ook nog een keer journalistiek onmisbaar als informatie. Ook voor het nageslacht van wat was corona, één liedje, niets anders laten zien, niet nieuws, dit liedje, dit stukje dat nu te zien krijgen en je weet alles. Al zeg ik hetzelfde, een meesterwerk. Geniet. Wat is corona? Is het nu gewone griep? Komt dat uit China? Ook dat gerookt toch nu naar hier? Zamor gerust, mag je die zeggen en hoe is het zo zegt, twaafelen we toch niet. En hoe is het ene weet, is het zo, leg dat masker maar op za. Je moet niet panikeren, alles komt te goed, volgens de blok. Gooi om wc-papier, smaat hem mijn twee keer vol, droge zorgen voor mijn oom. Stelde ik hier voor dat dat op ze zijn, geef je liever schaat papier of vlies en wijn. Scottex, ik heb er gekocht voor 10 jaar. Laat tienen door ze virusnummer komen. Ik sluit mij op in het wc. Er kan maar niets gebeuren. Er vallen duwen, alle meisjes worden ziek. In een kot, en we zitten met die maskers. Laat ze nummer komen, ze is ons afgenomen. Magie. Restaurant gooi, negenmaal op café, stoor hier gul aline, met 120 rollen op 2C.
Moest Freddie Mercury nog leven naar Droid en Mummies aan graf? Nou, je hebt er zelf op gevroogd, hè. Met jullie aanvrogen. Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody.